Voor de brouwers is de vatlagering dus elke keer opnieuw experimenteren. De smaakevolutie van het bier neemt ook veel tijd in beslag. Dus wanneer er geproefd wordt, is dat extra spannend. En wij mogen getuigen zijn van zo'n plechtigheid. Het is wel een heel bijzonder moment. Ja, dat is heel bijzonder. Dat hebben we nog niet geproefd. Je ruikt het al, hè? Ruik eens. Dit was dat witte wijnvat, toch? Moeilijk. Nou, proost. Proost. Heel benieuwd. Hij heeft ook wel een beetje... Ik heb in de verte een beetje houtigheid, zeg maar. Een beetje vanille-achtige achtergrond. Ja. Het is wel wat zuurig. Ja, de helft van de ton is dus gevuld met een zuurig tarwebier. Zijn jullie zelf tevreden? Nou, wat mij betreft is deze er nog niet. Nee, die is er nog niet? Nee. Maar hij komt eraan. Nou, het is aan de gang. Mogen we eigenlijk al van bier spreken? Is ja, het al bier? Ja, natuurlijk, ja. Of wat mij betreft, als er gist bij zit, dan is het mag je bier noemen. Ik vind dit eigenlijk bier in wording. Goeie naam ook voor je nieuwe biertje. Nog niet af. Nog niet af.